Regel nummer 1 in coaching is dat het over degene gaat die je coacht. Nou, daar bedoel ik mee dat je als coach weliswaar ook in die relatie zit, maar het belangrijkste is dat degene die jij coacht beter gaat presteren, zich gaat ontwikkelen. Dus daar gaat het even om. En niet over wat jij ervan vindt of hoe jij je op dat moment even voelt. Nou ja, de verschillen zeker in de opleiding hier, de master in coaching, is dat de coachee veelal zijn eigen richting wil bepalen in waar hij naartoe wil. En dat is met een groep van 18 studenten is dat heel divers. Terwijl als je met het Nederlands handbalteam op pad bent, wil je eigenlijk allemaal maar één ding. Dat is de volgende wedstrijd winnen, het volgende toernooi winnen en zoveel mogelijk presteren op het handbalveld. En daar heb je veel meer uniformiteit in. Wat is de gezamenlijke doelstelling en waar gaan we heen? Nou ja, het grote verschil tussen mijn werk nu als bondscoach van de dames en mijn werk als clubtrainer, wat ik daarvoor gedaan heb, is dat je als clubtrainer dagelijks met de mensen in de zaal staat. Dagelijks met mensen werkt, veel meer contact hebt en veel meer grip hebt ook op hoe processen gaan. Op het moment dat je als bondscoach functioneert, zien we elkaar op dit moment 4 keer, 5 keer per jaar. En lopen heel veel ontwikkelingen van speelsters en processen in de groep buiten je zichtveld. Dus je moet heel veel ook naar het buitenland toe, veel contact houden met speelsters, maar altijd op een afstand. Dus je hebt veel minder grip op de processen die daar spelen en de ontwikkeling van de mensen individueel. Want ze hebben ook daar te maken met hun clubtrainer die weer misschien een hele andere kijk heeft op het spelletje en op de kwaliteiten van die speelster dan dat jij dat hebt. En dat is wel de grote uitdaging. De uitdaging in de clubsituatie is dat je daar zoveel directe invloeden hebt rondom de spelers. De teleurstellingen en de frustraties veel dichter bij elkaar liggen. Nu heb je, wat ik zeg, 4 keer per jaar, 5 keer per jaar dat je bij elkaar bent. Dus maar 1 keer per jaar een groot toernooi. Dus je hebt maar 1 moment waarop je echt afgerekend wordt. Terwijl bij een club heb je dat eigenlijk wekelijks. Dus kan ook je loopbaan als clubtrainer, dat zie je ook wel vaak, haalt hij de kerst of haalt hij de kerst niet, is een veelgehoorde kreet. Nou ja, die komt daar vandaan. Nou, je moet coach twee dingen verschillen van elkaar zien. Je hebt de functie als coach, dus de baan als coach. En je hebt een coachende manier van met mensen omgaan. Hetzelfde geldt voor manager is een functie in een bedrijf. En die kan je invullen op een coachende manier, maar je kunt hem ook invoeren als een aansturend directieve manager. Dus coachen is een manier van aansturen, is een manier van begeleiden. En het is een functie. Kijk, als manager kun je mensen coachen en als bondscoach moet je ook processen managen. Dus het zijn twee dingen die met elkaar verweven zijn, denk ik. Nou ja, er zijn net zoveel ego's in het team als dat er mensen in het team zijn. En als je dat beseft, dan weet je ook dat je daar ruimte voor moet laten, want iemand wil toch ook gezien, gehoord, erkend worden binnen een team. Tegelijkertijd verwacht je ook van die ego's dat ze zich conformeren aan gezamenlijke doelstellingen, aan hun eigen rol en taken binnen de groep en dergelijke. Dus dat is eigenlijk een voortdurend proces van schakelen tussen teambelang en individueel belang, waarbij ieder individu het recht heeft om ook gezien en gehoord te worden en ruimte te krijgen voor zijn of haar kwaliteiten en tegelijkertijd ook je van hen vraagt om zich in dienst van het team te stellen. Nou ja, onze ambitie, we gaan eigenlijk naar elk toernooi en naar elke wedstrijd om te winnen. Dat betekent dat we ook naar een EK gaan om Europees kampioen te worden. Nou, dat zijn 16 landen en die willen allemaal Europees kampioen worden en het wordt er maar 1. En waar wij staan, we zijn een land wat van onderaf de ladder aan het beklimmen is. We zijn op dit moment iets van 13e, 14e op de wereldranglijst. Dus we willen zien dat we weer een stap gaan zetten daarin. We gaan elke wedstrijd in om te winnen. We zijn denk ik op dit moment wel op een niveau dat we, als we goed zijn, ook het iedere ploeg moeilijk kunnen maken. We spelen tegen een paar landen waar we al jaren niet meer van gewonnen hebben. Dus dat wordt een mooie uitdaging. Maar dat hebben we inmiddels de laatste jaren zowel met Spanje als met Rusland bewezen. Dat we dat tot hordes kunnen gaan nemen. Nou, dat wordt de uitdaging, zorgen dat iedereen fit is, goed aan het toernooi kan beginnen en dan zorgen dat we een betere prestatie leveren weer als de vorige keer.